Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Ja, ik ben helemaal een beetje aan het lachen, want ja, ik denk dat dit een beetje te extreem is. Maar ik ga 24 uur in mijn kamer blijven. Dit is mijn kamer. Ja, hij is net lekker opgeruimd. En ja, laten we gaan beginnen. Maar als je het niet gelooft, ja, dan heb je hier niks te zoeken. Dus gaan we dan lekker weg, Toeloe. Maar als je hier wel blijft... Want het is gewoon echt. Ik ga 24 uur in mijn kamer blijven. Dus ja, laten we beginnen. En oh ja, en er zijn ook nog challenges. Kom die soms brengen of pranks. En ja, eigenlijk helemaal niks meer. Dus laten we gaan beginnen. Mijn kamer. Het eerste stapje van de 24 uur. Ik ga even kijken hoe laat het is. Precies 1 uur. Nou, we doen 1 over 1, want het is bijna 1 over 1. En het eerste stapje is gemaakt. 24 uur niet meer daar. Oh nee, maar ja, dat gaan we nu eventjes volhouden. Ik zit hier nog in 1 minuut. En ik ben nu al helemaal me aan het vervelen. En oh ja, als ik het vergeet te zeggen, ik mag wel mijn kamer uit voor naar de wc te gaan. Want ja, in mijn kamer zit natuurlijk geen wc. Nou, de enige oplossing die nu nog kan is lekker in bed liggen. Dus dat gaan we nu maar doen. Daar liggen we dan om 1 uur 's middags in mijn bed. Ja, eigenlijk doe ik het nooit, maar nu ga ik nog even 10 minuutjes volhouden, denk ik. Maar ik ga nu uit mijn bed, want ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Dat rode is uitgaan en... Ga ik eruit. Ik ga het gewoon halen voor jullie. Maar ik heb eigenlijk een beetje zin om te voetballen. Dus ik schreeuw even, zodat ze die blauwe bal naar boven kunnen halen. Blauwe bal! Nee, niemand heeft een blauwe bal gepakt voor me. Hier sta ik dan, de hele tijd te wachten. Voor die trap, want ik mag hier niet uit. De hele tijd te wachten. Voordat ze die blauwe bal kunnen pakken of een andere bal binnenbal. Ik heb ze nu een appje gestuurd of ze de blauwe bal kan pakken. Ik sta hier al een hele tijd. Echt, ik denk 5 minuten al. Voordat die bal gewoon hier van boven kan komen. Ja, de redding in nood. Yay. De beerschotbal, de blauwe bal. Nu kan ik eindelijk een beetje voetballen. De beerschot is er ook. Alle 2. Ja! Dus ik ging er even lekker mee voetballen. Maar in de tussentijd heb ik een rap gemaakt. Dus hier komt... Hey, ik ben Jimmy. Zit op mijn kamer. Ik zeg nu hey. Maar gelukkig mag ik nog naar de play. En ik maak goede content. Dus abonneer! Maar daarna gingen we weer lekker vervelen. Hallo Jimmy. Hey, hallo. Ik heb een leuke challenge voor jou. Ja, wat is er? Wij gaan... Het spelletje Minotaur spelen. Nee, serieus. Als ik win, dan heb je pech. Ja. Maar als jij wint, dan mag je die hele mooie Rubik's Cube. Ik ben zo'n stom Rubik's Cube. Kan je iets doen? Ik heb wel veel te doen, hoor. Ja, dan krijg je toch gewoon een Rubik's Cube. Oké, we gaan het doen. Ja, Dien heeft 5 gegooid. 1, 2, 3, hoppa. En ik heb gewonnen. En dat die Rubik's Cube... Die gaat er mee. Nou. Nee! Doei. Geen Rubik's Cube. Nu maar weer een uur overleven. We zitten nu even kijken. Precies bijna op een uur. Dus dat, zoveel zover zitten we al. Ik ga weer lekker Spotify een uur luisteren na. Denk lekker 10 minuutjes lekker liedjes luisteren. Daar krijg ik weer een beetje energie van. Ik ga lekker 32 minuten Spotify lijst van mij. Dus ja, dat ga ik nu luisteren. Wat ik al zei, ja, dus u weet al. Maar dat is een lijst van 32 minuten. Nou, nu ik precies een uur bezig al zijn. Ja, moet ik naar de wc. Dus dan mag ik eventjes mijn katten. Het is de eerste stap dat ik er eventjes uit mag zetten voor naar de wc te gaan. En dat is gebeurd, dus ik ben weer in mijn kamer en ik ga weer lekker muziek luisteren. Maar als jullie denken van het is een feestje daar, ja, ik
heb het soms wel fijn, maar ja, je moet je voorstellen, in dit ruimte al heel lang, gewoon een uur hier bezig. Ja, leuk, ja, op sommige momenten wel, maar ik denk, als het 5 uur later is, denk ik er heel anders over. Maar ik stop even met muziek luisteren, want ik ga een hier een bakje en dat muntje moet hier precies in. Dus het gaat niet meer muziek luisteren worden, maar deze trick zal doen. Dus dat gaan we doen. En zoals ik het laat zien, als ik hier doe, helemaal niks in. Ik kan het ook hier laten zien. Als ik hem open doe, helemaal niks in te zien. Dus ik ga die trick zal proberen. Oké, we gaan met veel kleinere munten proberen. Maar ik denk dat het alsnog heel erg moeilijk is. Want voor die andere heb ik al 18, dus bijna 20 minuten over gedaan. Ja! Het is gelukt. Ik zal het even laten zien. Hij zit erin. Ik haal hem eruit. Hier. Het is wel gelukt. Yes! Maar voor die dingen hebben we natuurlijk heel veel last van mijn rug gekregen. Dus ik ga nu even wat rugoefeningen doen, zodat ik even die pijn van mijn rug weggaat. Het is niet helemaal over, maar ja, uiteindelijk, na al die uren in mijn kamer zitten, loop ik het uiteindelijk wel een beetje uit, denk ik. Maar ik ga nu weer Spotify luisteren! En nu, als je echt zo, ja, eigenlijk zo'n kleine ruimte zit, dan ben je echt al blij met een klein schatkistje. Dus dat moet je je voorstellen. Ja, vaak denk ik bedankt, maar nu denk ik echt yes, yes, yes. Ik heb eindelijk een schatkistje, dus ja, het is echt wel zwaar. En ook nog deze luxe zitzak. Nou, dat en dat. Nou, daar ga ik even van genieten. Nou, daar zit ik dan lekker. Yay, eindelijk is ik hier een chill momentje. Maar ik kom op een geniaal idee. Ik zit nu net in deze luxe zitzak. Dus, en hij recht voor me zit het. Dus, wat nou als ik me als koning ga verkleden? En dan gewoon als koning binnenkom. En dan ga ik dit en een beetje ongrappig doen. Dus dat ga ik doen. Nou, als dit geen mooi pak is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Zitten. Koning Jimmy. Nee. Wel. Ik heb een leuke challenge voor jou. Nou, oké. Okay. Zitten. Koning Jimmy. Nee. Wel. Ik heb een leuke challenge voor jou. Nou, oké. Okay. We gaan 3 potjes Stumble Guys doen. Oh, yes. En als je er 2 win, je moet er 2 winnen. Echt helemaal winnen tegen mij. Van de 3. Moet je winnen van jou of echt de hele pot winnen? Hele pot. 2 van de 3 moet je er winnen. En als je dat hebt, dan mag je 5 spullen van beneden moet ik voor je pakken. Oké, prima. Oké, ik zit in de finale en ik denk, ja, ik ben af. Oh ja, deze heb ik wel gewonnen, dus ik heb nog kans. Maar uiteindelijk ging ik hier in Rocket Rumble af. Maar nu ik die challenge heb verloren. Deze banaan ook. Heb ik nu net opengemaakt. Lekker eten. Heb ik nu echt op een moment gekomen dat ik gewoon geen zin meer heb. Nou doe ik voor jullie. Dus ik ga door. En doe dat duimpje omhoog. En abonneer ook. En ja. Ik ga me nu maar lekker vervelen. En nu voelt het ook voor in zo'n klein hok te wonen. Als je naar een klein huis hebt. Ja, dan snap ik dat het heel vervelend is. Want ik heb, ja, elke minuut die ik meemaak, is in het echt bijna gewoon een seconde. Dus ja, het is echt heel erg vermoeiend. Ik ga zometeen de volgende prank. Wordt heel erg leuk. Ik ga zometeen allemaal vlag omheen hangen. En dit en Supermax aanzetten. En dat wordt gewoon leuk. En we zijn nu ook al 10 minuten. Het is 2 uur en 10 minuten hier bezig. Dus ja, het is echt niet normaal. Ja. Dus ja, het is echt niet normaal hoe lang dit gewoon duurt. Wat
is dit? Supermax, Max. Hey, nee. Waar moet ik hem mee? Wat is dit dan? Serieus? Nee. Hey. Hey, een tablet? Never gonna give you up. Hey! Dit moet aan blijven staan. Nee! En deze slingers. Ja, maar nee. Nee, maar nee. Ik moet dit bij deze muziek aan blijven staan. Nee. Ik zie jullie straks weer een half uur wanneer dit liedje nog steeds aan staat. Nou, maar voor elke negatieve ding moet je een positief ding maken. Dus feesten! Hey! Oh, alles. Keetje. Nou, hier genieten we nog maar van. Maar wacht. Daar staat... Jullie kunnen het niet zo goed zien, maar... Daar staat 1 uur! Nee! Het is hier een pak! What the hot go, what the shit going on? Ik word er nu aan helemaal gek van eigenlijk. Ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Ik hoor het al heel lang en ik heb er geen zin meer in. Dus ja. Wauw, dit is... Gewoon de deur dicht doen. Ik hoor bijna niks meer. Yeah, eindelijk van het geluid overlast van. Ik ga even vragen of dat ding uit kan. Dien! Doe dat! Never gonna give you up. Alsjeblieft uit. Kom, kom, kom. Ja, eindelijk is Dien er. Yay. Was ik je appel? Ja, tuurlijk. Nou... Dat is onaardig, hé. Ik ben tenminste wel van het hekje af. Mijn telefoon is 2%, dus ik moet hem even gaan opladen. Dien! Kom! Wat is dit? Ik denk net leuk te zijn met mijn WK-armband. Wat is dit? Nee. Hoe lang is dit? 1 uur. Wat heb ik hier geen zin in? Okay, Jimmy. 1, 2, 3, 4. Yeah, I know. Okay. We hebben hier dit. Ja. Maar eentje krijgen en je weet niet wat. Ik ga hier. 1. Dan wil ik haar feliciteren. Een monkey. Ja, de Rubik's Cube. Nee. En dan mag je er nog eentje kiezen, iPad of Monkey? iPad of Monkey? Ja. Monkey. En ik krijg de Monkey Man waar die helemaal niks aan kan doen. Oh! Waar die helemaal niks aan kan doen. Ik kan er leuk mee doen. Bedankt. Maar het beste moet nog komen. Maar dan gaan we even afzetten. Nu wel.
beetje dislike video. Ja, dat is waar, maar Bas Army die eisen nu nummer. Ja, ik zag het, maar ik kan ook totaal niet zingen. Ja, boeien, maar je zingt altijd veel beter dan Funko Louise. En die heeft ook nu views. Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ach, weet je wat, we doen het gewoon. We gaan de Brawl Stars opkennen maken. Let's go! Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Ik zie jou Hey, Monkey van weggegooid. Nou, succes met... succes met Brawl Stars Rock. Nou, het was een top video. En ik heb ook al een mooie vlakje opgelost hier. Bruin opgelost. En ik ga nu een monkey drop doen. Dus hier komt hij. 3, 2, 1. Wauw. Dit is Monkey nu. Dit is hem. Zie je dit? Wat is dit ook? 24 uur in mijn kamer. En deze monkey verpletten. Dit was de einde van dit deel van 24 uur in mijn kamer. Ja, er komt nog dus deel 2. Dus die komt. Dus ja, deel is het einde video. En hopelijk zie ik jullie bij deel 2.